Student. Uh, ik woonde met een paar uh, huisgenoten hier in Amsterdam. Lekker uitgaan, studeren, uh, feesten en ja, eigenlijk gewoon heel standaard. Bijbaantje erbij en gewoon je ding doen, genieten van het leven. Ik was denk ik 23, 24 en uh, begon op een zaterdagavond toen ik aan het werk was. Als ik werkte in een, in een bar, ik was lijngevende, en aan het eind van de avond kreeg ik een beetje buikpijn. Uh, nou, paracetamol erin, Red Bull erbij en uh, toch maar even afsluiten. En uh, s'avonds naar huis, naar bed, nog steeds een beetje buikpijn. Nou ja, slapen. Volgende dag wordt het vast, uh, is het vast voorbij. En uh, alleen toen ik de volgende ochtend wakker werd, was het helaas niet voorbij. Uh, toen een van mijn huisgenoten stuurde geneeskunde. Nou, dan ga je bij, bij haar te raden. zei van nou, ga toch maar even naar de huisartspost. Uh, even kijken, want misschien is het je uh, blinde darm. Ik ben toen naar de huisartsenpost gegaan. Uh, daar dachten ze ook, mogelijk blinde darmontsteking. Dus toen hebben ze, me, uh, hebben ze een scan gemaakt. Een foto van, me, van mijn buik. En daar kwam toen uit dat het niet mijn blinde darm was, maar dat er wel iets in mijn lever zat. En dat ik mocht blijven. Dus uh, toen ben ik opgenomen. En toen, toen ben ik de molen ingegaan. Ze dacht eerst dat ik een cyste had op mijn lever, maar uiteindelijk bleek het helaas leverkanker te zijn. En dan primaire leverkanker, wat eigenlijk gewoon betekent dat het in je lever zit en niet ergens anders vandaan komt. Dus het is, de kanker is dan ontstaan in je lever. Het, een heel raar moment. Ik weet nog dat ik, naar, uh, dat ik wegliep van de arts uh, toen ik de diagnose had gekregen dat ik, uh, dat ik kanker had. En dan loop je door dus zijn gang en het is gewoon heel onwerkelijk. Ik was helemaal alleen, want ik had totaal niet deze diagnose verwacht. Um, ja, en dan moet je gaan bellen. Dan moet je je ouders gaan bellen, dan moet je, je vrienden gaan bellen met ja, heel raar nieuws. It, 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 it. Ik realiseerde me toen denk ik nog niet. Het kwam, het kwam pas echt later binnen wat het zou inhouden. En op dat moment ben je alleen maar bezig van ja, oké, okay, wat is de volgende stap? Um, in eerste instantie zijn we begonnen met operaties. En dat hebben we een aantal keer moeten doen, want het bleef helaas elke keer terugkomen, de kanker. Soms zat er, zat er een maand tussen, soms zat er een half jaar tussen. Uh, ja, het was eigenlijk een, een hele rare periode, omdat je toch heel positief blijft, maar wel elke keer weer die klap krijgt van: oh, het komt wel terug. En hoe nu verder? En um, toen kwam eigenlijk de keuze van: ja, we kunnen of de kant van de chemo opgaan, of we kunnen kijken of je in aanmerking komt voor een levertransplantatie. En uiteindelijk, na overleg met familie, vrienden en mijn toenmalige vriendin, toenmalige vriendin, nu mijn vrouw, um, heb ik, uh, zijn, we hebben gekozen voor het levertransplantatietraject. Um, en hij begint dan het lange wachten. Um, februari 2015 ben ik opgeroepen in de nacht voor de eerste transplantatie. Um, hele spannende periode. We hebben, ik en mevrouw hebben een filmpje dat we in de auto zitten, dat we muziekkaart hebben aanstaan, dat de tranen over onze wangen lopen, dat we die kant op rijden. Heel raar moment, omdat het iets is waar je heel erg naar uitkijkt en waar je heel erg op wacht. Um, die is helaas verkeerd aangesloten. Ja, zo benoemen wij het. Er zal een hele goede medische term voor zijn. Maar van een van de risico's die je hebt bij uh, transplantatie. is dat een vat knakt op het moment dat ze het orgaan terug in het lichaam plaatsen. Dus terug bij mij plaatsen. Dat is helaas gebeurd. Waardoor er geen bloed meer uh, naar het orgaan stroomt. En eigenlijk gewoon dus die lever afsterft. En dan gaan de spoedprocedure lopen. Dat is uiteindelijk wel goed bij me gaan. Er is toen een lever uit Duitsland beschikbaar gekomen. En die is toen bij mij getransplanteerd. Uiteindelijk. Is die operatie goed gegaan? Ik ben er ook goed uitgekomen. Alleen doordat ze zo snel moesten kiezen, omdat je dus in zo'n situatie zit dat een orgaan dat in je zit aan het afsterven is. en je dus heel snel een nieuw orgaan moet krijgen. Um, kunnen ze niet alle testen doen. En helaas is er bij mij één test die ze dus niet hebben gedaan. bleek dat ik daar een afstoting voor ben gaan ontwikkelen. Um, en in die periode tussen mijn tweede en mijn derde lever. Zie je, is, is mijn lichaam dus langzaam de lever gaan afstoten. waardoor ik steeds zieker werd. En toen ben ik voor de derde keer getransplanteerd. En eigenlijk daar is alles goed gegaan. Ik werd wakker en het eerste wat ik aan moest denken is: ik heb honger. Nou, dat is, was wel voor de mensen om me heen een heel mooi teken dat dit allemaal goed is gegaan. Ik, uh, ik leef mijn leven weer. Ik leef nu het leven dat ik sowieso altijd had willen leven. Dus ja, ik, kan ik alles, ja, absoluut. Ik mag, uh, ik mag vader worden. Uh, ik ben vorig jaar getrouwd met mijn vriendin, dus nu mijn vrouw, die, die altijd naast mij heeft gestaan. Ik heb ontzettend lieve familie en vrienden die, waar ik altijd op kan bouwen. Die er voor me waren in slechte periodes, maar die er nu nog steeds zijn in de goede periodes. Dus ik ben gewoon een heel gelukkig man op dat, uh, op dat gebied. Nee. Ik heb twee verjaardagen per jaar. Ik heb een normale verjaardag en ik heb een leverjaardag. Um, de leverjaardag, dat is de datum van mijn laatste transplantatie, sta ik stil bij alle drie die personen. Ochtends, dat is altijd wel een heel emotioneel moment. Ik doe het altijd even zelf. Doe ik heel even alleen, um, want ja, zonder hun was ik er gewoon letterlijk niet meer geweest. En dat, uh, dat is altijd een heel zwaar moment. En, uh, een zwaar, maar mooi moment. En door het jaar heen, ik, um, ik heb het heel vaak als ik uh, bijvoorbeeld merk dat ik in, in de waan van de dag, bijvoorbeeld nat regent door een regenbui, dat ik ineens denk, ja maar wacht even. Um, ik kan nu nat regenen doordat ik er nog ben. Doordat die persoon die keuze hebben gemaakt. Een van de dingen waar ik het nog moeilijk mee heb, is het schrijven van een brief. Ik wil nog steeds een brief schrijven naar de drie families. Uh, en dan, die kun je dan via de, uh, de, of de, uh, het ziekenhuis of de transplantatie die laten versturen. Um, maar het moeilijke daaraan is, is dat ik nog niet onder woorden heb kunnen brengen wat het met mij heeft gedaan. Het, het is niet toereikend om te laten zien hoe ontzettend dankbaar ik ben voor wat die mensen hebben gedaan. Ik, ik heb het geluk dat we een zoon krijgen. En uh, dat is een van de, de dingen die, me, die ik nu kan genieten, doordat ik dit cadeau heb gekregen van drie andere personen. En dat is het mooiste. Ik kan mijn leven weer leiden doordat anderen ervoor hebben gekozen om uh, hun organen of familie van die anderen ervoor hebben gekozen om hun organen uh, beschikbaar te stellen.